Dan kan er wat mij betreft niet vaak genoeg over die vierdaagse besproken worden, geschreven worden. Dan kan er niet vaak genoeg worden vastgelegd zoals vandaag in dit prachtige fotoboek. De kernwaarden van de vierdaagse, en sommigen zijn al even langsgekomen bij eerdere sprekers, zijn in onze beleving sportiviteit, presteren, ontmoeten, ontmoeting met de ander, maar ook ontmoeting met jezelf, afzien, doorzetten, saamhorigheid, vriendschap. En ik denk, dames en heren, dat als die kernwaarde, als die beleving terugkomt in zo'n mooi fotoboek, dan is dat weer een prachtige nieuwe bijdrage aan dat culturele erfgoed. En we hebben diverse plaatjes gezien, die staan niet allemaal in dit boek. Ik heb het al even mogen inzien. En ik verzeker u, die beleving komt terug in dit boek. En ik wil eigenlijk op deze plaats Ignia, alle fotografen, maar ook Hans, voor de entourage. En nog een aantal dingen meer heb ik net begrepen uit de toespraak. Hartelijk danken, eigenlijk iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. En ik ook alle wandelaars hier aanwezig, maar er zijn er nog veel meer niet aanwezig. Eigenlijk op om die eigen foto's toe te voegen aan dit boek, om het heel persoonlijk te maken en uw eigen vierdaagse beleving van 2014 op die manier te koesteren. Dank u wel.